minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, en zijn Guyanese collega, de minister van Public Security, Kimraj Ramyatan, zijn ingegaan op de stappen die ondernomen moeten worden inzake drama van de moord op de vissers. Dit gebeurde tijdens een vanmiddag gehouden persconferentie in het perscentrum. Hierspal minister Getrouw zegt dat de controle op de Surinaamse wateren na de tragedie is opgevoerd. Ook is er assistentie verkregen van de Frans-Guyanezen. Volgens hem zijn er tot nu toe verschillende aanhoudingen verricht, waarbij mensen ook in verzekering zijn gesteld. Hieruit heb ik gelijk, dat was donderdag, ben ik gelijk in contact getreden met de minister van Public Security van Guyana. Ben ik telefonisch met hem in contact getreden. Het gesprek hebben we voortgezet zaterdagavond. En zaterdag op zondag, heb ik hem mogen opvangen op ons airport. Waarbij hij deel uitmaakte van een delegatie die tezamen met het Korps Politie Suriname het strafrechtelijk onderzoek zal voortzetten. In het verlengde daarvan hebben we vanmorgen een constructieve vergadering belegd. Waarbij we de delegatie deelgenoot hebben gemaakt van de handelingen tot nog toe vanuit het Korps Politie Suriname. Welke ook onder leiding staat van het Openbaar Ministerie. Er zijn afspraken gemaakt tussen beide partijen. Afspraken naar de toekomst toe. Hoe wij samen zullen werken naar het opvangen, het voorkomen van dergelijke gevallen. De Guyanese minister Ramyatan vertrekt vandaag weer huiswaarts. Maar de officieren van het Guyanese korps vertrekken morgen. Ramyatan geeft aan gisteren een gesprek te hebben gehad met de nabestaanden van de slachtoffers. Volgens hem heeft hij lange discussies gehad met de familieleden die allen nog steeds geschokt zijn over het incident. And they had many questions to ask. As best as possible from our end, Guyana, what we can do, we will do. And I've given them the assurance too that the Republic of Suriname will do whatever it is that they can do. So as to give support to the family and also to ensure that justice is done. And it is primarily that being the second assignment, as it were, namely to ensure that whatever support can be given to the Surinamese authorities by the Guyanese authorities, that support will be given so that we can find the culprits, the criminals here, and the evidence zodat ze kunnen worden gebracht tot de justitie. De Guyanese minister van Public Security, Kimraj Ramyatan. Tot nu toe zijn er 30 mensen gearresteerd in deze kwestie. Minister Getrouw zegt dat er geen verdere informatie verstrekt kan worden, omdat het onderzoek nog wordt voortgezet. De bewindslieden geven nog aan dat deze zaak nog niet afgerond is, daar de zoektocht naar nog meer lichamen nog gaande is. Het geduld van de familie zal nog even op de proef gesteld worden, omdat het identificatieproces nog uitgevoerd moet worden. Minister Ronnie Benschop van Defensie, die ook aanstaat bij de persconferentie, gaf aan dat de vissers binnen een week weer op zee gekregen zullen worden. Hij zegt niet hoe, maar gaf wel de verzekering dat dit wel zal gebeuren.